Alle Oekraïners die worden op dit moment huisgehouden in Hillegom. Maar volgende week gaat dat veranderen, toch? Ja, ze zitten nu in Hillegom op een crisisnoodlocatie. Wij hebben in HLT-verband gezegd dat we daar betere huisvesting voor zouden vinden. En in Lisse betekent dat dat ze naar Hotel Louietje gaan. Ongeveer 50 gaan daarheen. En dat gaat volgende week gebeuren. En dat betekent dat we ook onze eigen organisaties, onze welzijnsorganisatie, onze huisartsen en dergelijke hebben voorbereid op dat volgende week gaat gebeuren. Het is nog best ingewikkeld om dat met z'n allen goed te doen. Maar we zijn er denk ik klaar voor om dat volgende week te laten plaatsvinden. En nu zijn er 120 vluchtelingen in totaal in de drie gemeentes. Stel het worden er 200. Kunnen er dan nog meer gehuisvest worden in Lisse? Onze taakstelling is om en bij de 50 en daar hebben we dan al voldaan. Teilingen komt later, die hebben een groter aantal. En Hillegom moet zelf natuurlijk ook nog zorgen voor andere locaties. Maar die 120, die gaan in ieder geval, de eerste 50 gaan naar ons toe. En de rest gaat later naar Teilingen, is die crisisnoodopvanglocatie leeg. Afhankelijk van de verdere instroom in Nederland worden de locaties naar onze taakstelling gevuld. De kinderen moeten dan daarna ook naar school. Hoe gaan jullie dat in Lisse regelen? Ja, daar is nu overleg over met het onderwijs. Nu kunnen ze nog niet naar school. We hopen dat dat snel wel zou kunnen. Dat heeft vooral te maken met dat we nog op zoek zijn, of in ieder geval de scholen op zoek zijn naar leerkrachten. Want daar is een schaarste aan. Dus we moeten dat afwachten. Als dat lukt, dan kunnen ze snel naar school. En tot die tijd, ja, geen school dus voor... Nou, voor de kinderen boven de 12, die kunnen naar de internationale schakelklas. Die kunnen meteen doorstromen. De kinderen tot 6 jaar kunnen naar de kinderopvang. Maar voor de basisschoolleerlingen is het afwachten totdat er ook echt aanbod is.